denk 8 jaar op lange baanschaats gezeten. Ja, hoe is dat nu om dan weer een keer op het ijs te staan? Oh, heerlijk. Echt genieten. Ja, je kan aardig op de voet met de schaatsen. Ja, ja, nee, ik schaats van kleins af aan al, dus dat is dan al gewoon leuk eigenlijk. En, vroeger deden we altijd skihockey, ja, en dan nu doe je het op ijs. Ja, dat is een bijzondere manier van trainingskamp, hè? Heel goed voor de teamgeest en ze zijn lekker bezig en ik denk dat het een geslaagde activiteit is. Nou, gewoon een team spelen en een leuk uitje inderdaad, want ja, je bent toch met het team bezig. Dat is gewoon heel erg leuk. Het is eerste keer wat anders dan voetballen. Ja, het is wel even wennen hoor. Ik kan naar één kant kan ik niet draaien. Ik kan maar naar één kant draaien als vallen komt. Dus ja, het was wel even lekker ook. Het vallen deed eigenlijk helemaal niet pijn. Dus, ja. Goed ingepakt, hè? Ja, goed ingepakt. Het is warm, man. Zie je nu dat al die tactische posities op het veld, dat je dat hier terugziet op het ijs? Gaat dat automatisch eigenlijk? Nou, ik heb hier weinig tactiek gezien. Het was een beetje kudde ijshockey volgens mij. Net als bij de eentjes en bij het voetbal vroeger. Nou, op het veld is de doelstelling nog steeds best of the rest te worden. De achterstand voor het kampioenschap is te groot. Maar we willen de topclub zo moeilijk mogelijk maken. En daarnaast willen we gewoon de KNVB-beker winnen. Hebben jullie gewonnen eigenlijk, Team Rood? Tuurlijk, altijd. Wij winnen altijd.